Weer fraude ontdekt bij autobedrijf Pon. Amersfoortse Antosh moet terug naar Somalië. En Sint is nog niet weg, of we halen alweer een kerstboom. Goedenavond, maandag 5 december. Dit is U Vandaag. Op onze redactie was het vanmiddag om 12 uur precies een flink kabaal, want de meeste smartphones kregen een NL-alert binnen. Het was een test. Misschien kreeg u hem ook wel. We praten erover met Rob Vrek van de veiligheidsregio Utrecht. Niet iedereen kreeg het berichtje. Is dat erg? Dat is niet erg, als u dan nu ook maar controleert waarom u het niet ontvangen heeft. Dus stel uw telefoon, mobiele telefoon in. Oké, nou zo meteen hoort u hoe dat dan moet. En stamgast is de Utrechtse advocaat Willem-Jan Ausma. Op dit heerlijk avondje hebben wij het met jou over ludieke Sinterklaasrechtszaken. Is Sinterklaas een beetje een dankbaar onderwerp in de rechtbank? Ja, wie willen niet voor Sinterklaas spelen? Dus een rechter af en toe ook. Oké, heel goed. Nou, zometeen meer. Eerst het nieuws met Rob. Bij de Leusdense auto-importeur Pon is jarenlang gefraudeerd met motoronderdelen. Personeel verdiende miljoenen met stiekem handel in onderdelen van de Amerikaanse graafmachinebouwer Caterpillar. Via tussenpersonen verkochten ze de onderdelen in het buitenland, waar ze meer opbrengen. Meldt het Financiële Dagblad na inzage van een geheim dossier over de zaak. Totale bedrag van de fraude zou op 75 miljoen euro uitkomen. Eerder dit jaar schikte Pon nog in een omkopingsschandaal rond de aanschaf van nieuwe politie- en legerwagens. Kinderen die opgroeien in Nederland, maar terug moeten naar het land waar ze geboren zijn. We horen het maar al te vaak, ook bij ons in de provincie. Dit keer gaat het om een 11-jarig jongetje uit Amersfoort, Antosh. Als het aan de overheid ligt, moet hij terug naar Somalië. Sinds een week staat Niels van Schoneveld met een vervelend gevoel op het schoolplein. Met heel veel pijn en verdriet. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Pijn en verdriet. Iedere dag haalt hij zijn zoon op van de basisschool. En vaak komt ook diens vriendje Antosh mee naar huis om te spelen of om naar het voetbal te gaan. Alleen is de vraag, hoe lang nog? Antosh heeft vorige week zelf te horen gekregen dat hij nog een paar dagen maar eigenlijk in Nederland heeft. En dan wordt hij uitgezet door de dienst DTNV. Ja, dat is gewoon heel verdrietig. Het valt Niels en zijn vrouw Gigi zwaar en willen alles op alles zetten om Antosh hier te houden. Ze zijn al een petitie gestart en ook de voetbalclub zet zich in. Hij laat het niet direct zien, maar alle steun raakt de 11-jarige Antosh. En nu krijg hij dus terug van mensen die ik zelf niet eigenlijk persoonlijk ken, dat ze toch dingen van mij doen, dat ze proberen om mij in Nederland te laten blijven. Want ja, dat is best wel fijn. Al 4,5 jaar woont hij met zijn moeder in ons land. De laatste 2 jaar in het asielzoekerscentrum in Amersfoort. Maar zijn moeder is ziek. Ze is nooit helemaal hersteld van een beroerte en is afhankelijk van medicijnen en de hulp van haar zoon. Hij kan niet zorgen voor zijn moeder in Somalië. Dat kan gewoon niet. Het is een kind. Inmiddels kijkt een advocaat naar de zaak en kan Antosh in ieder geval tot de kerstvakantie op school blijven. Best nu gewoon om dat even te laten. En meer gefocust nu op dit schooljaar en wat er allemaal gaat gebeuren. Want als ik me nu weer focus, als ik nu weer bezig ga maken met dat soort dingen, dan gaat het weer toch weer mis. Dan mis ik misschien lessen en dat ik niet goed oplet. Dat ik met mijn hoofd heel ergens anders ben. En dat wil ik juist nu voorkomen en gewoon focus blijven houden. En ja, gewoon doorgaan wat er nu ook gebeurt. Nou, er is steun voor Antosh. Een petitie op internet om hem in Nederland te houden is tot nu toe ruim 2000 keer ondertekend. In de oude Prodent-fabriek in Amersfoort is vanmiddag de nieuwe partij Geen Pijl gepresenteerd. De grote belangstelling van de pers maakt lijsttrekker Jan Dijkgraaf vanmiddag bekend waar de partij voor staat. Stem op jezelf is de slogan van Geen Pijl, omdat de partij directe inspraak wil geven. De partij gaat over alles mini-referenda houden, waarbij de leden online mogen stemmen over elke kwestie die speelt. Geen achterkamertjes, geen gedoe met debatten waarbij je helemaal niks te winnen hebt. Geen commissie stiekem, we houden het extreem zuiver. En daarmee zijn we ook een beweging voor alle mensen die in Nederland, van links tot rechts, of je nou bij Greenpeace zit of bij de PVV, je bent gewoon welkom bij ons. Ja, Geen Pijl denkt na de verkiezingen in ieder geval groter te zijn dan de PvdA. Jan Dijkgraaf zei vandaag dat dat waarschijnlijk ook helemaal niet zo moeilijk zal zijn. De Stadsbaantunnel bij Leidse Rijn is de komende 10 dagen dicht. Rijkswaterstaat gaat de beveiliging van de tunnel aanpassen.
Zo wordt het controlesysteem verplaatst naar de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Papendorp. Stadsbaantunnel moet het verkeer door Leidse Rijn loodsen. En de komende dagen is het dus omrijden, onder meer via de A2. Het Sint-Antonius ziekenhuis, dat naast de tunnel ligt, maakt zich geen zorgen over de sluiting. We hebben patiënten en bezoekers goed geïnformeerd. Dus zij merken dat ze soms een stukje om moeten rijden door de omleidingsborden. En dan komen ze allemaal gelukkig toch op de goede bestemming uit. En over 10 dagen, op 15 december, gaat de tunnel weer open. Het is pakjesavond, vaak met surprises, gedichten, pepernoten en natuurlijk cadeautjes. Dat is leuk, maar het is ook een drukke tijd. Geldt zeker ook voor Sinterklaas zelf. En daarom krijgt hij hulp vanuit Soest. Hier in de Sinterklaascentrale in Soest bereiden de helpers van Sinterklaas zich voor. Het zijn hulp Sinterklaas, ja. Maar ik zou het niet alleen af kunnen natuurlijk. En daar heb ik hulp Sinterklaas voor nodig. En ja, dan moet ik 's morgens toch wel even controleren of alles netjes is en alles goed is. En wat instructies geven, naar wie ze toe moeten. En nou ja, op die manier kunnen we het helemaal bolwerken. Kees van Rouwendaal helpt daarbij. En dat doet hij al 60 jaar. De vader van Kees begon ermee in 1938. Toen ik 15 was, toen was hij ziek en toen moest ik hem vervangen. En ik had natuurlijk wel eens afgekeken hoe hij deed. En op die voet ben ik doorgegaan. Dus. In al die jaren heeft hij honderden Sinterklaassen in de stoel gehad. En hij weet dus waar een goede hulp Sinterklaas aan moet voldoen. Ja, hij moet rustig zijn, rustig praten. En sowieso van huis uit kindvriendelijk zijn. Man. Dat is wel belangrijk. Natuurlijk heeft iedere Sint een rode tabbert, een mooie mijter en een staf. Maar het rode boek ziet er niet bij iedereen hetzelfde uit. Deze iPad. Deze Sint gaat duidelijk met zijn tijd mee. En volgens hem is het een aanrader voor iedere hulpsint. Ik denk dat het heel goed is, want het is ook veel minder zwaar. En Sinterklaas wil ook aan zijn gezondheid en aan zijn conditie denken. En dit helpt. Ik denk een aanrader, zeker. Het ziet er toch geweldig uit. Als alle baarden goed zitten, dan is het tijd om te gaan. Langs alle scholen en brave kinderen. En we maken er een mooie dag van. Al is voor sommige hulpsinten zo'n mijter even wennen. Ja, dat zou de echte Sinterklaas natuurlijk nooit overkomen. De politie dan, in de Meren, die heeft het gisteren druk gehad met deze aparte arrestant. Hierna komen we jullie. Nieuwe verdachte aangehouden op het politiebureau. Zo, open dan. Even kijken hoor, waar zit hij? Hendrik. Hendrik, wil je nog wat verklaren? Je bent niet tot antwoord verplicht. Je hebt recht op consultatiebijstand. Nou, veel plezier hebben ze er. Na dit grondige verhoor is Hendrik overigens weer vrijgelaten. Eva, hij is dus gewoon weer thuis bij zijn baasje. Hebben ze deze arrestant een beetje goed geholpen, Willem-Jan? Volgens mij beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Ja. Oké, keurige procedure. Nou, jij als stamgast gaat het zo meteen met ons hebben over Sinterklaas in de rechtbank. Maar eerst de eerste maandag van de maand, 12 uur. Dat is sirenetijd. Al sinds jaar en dag worden de noodalarmen getest. Maar als het goed is, heeft u hem vandaag op uw telefoon gehad. Vandaag werd de NL Alert getest. En daarover praten we met Rob Vrek van de Veiligheidsregio Utrecht. U bent directeur crisisbestrijding. Nou begrijp ik dat een crisis vooral eigenlijk zit in de voorbereiding, gek genoeg. Ja, goede voorbereiding is het halve werk. En daar doen wij heel veel aan binnen de Veiligheidsregio Utrecht. Ja, plannen maken, oefenen, plannen, voorbereiden. Opleiden, trainen, oefenen van onze crisisorganisatie, met onze partners, met gemeenten. Ja. Heel veel. Ja. Nou, daar hoort dus natuurlijk ook bij dat de bevolking een beetje alert is. Ik heb hem gehad om 12 uur. Rob, jij niet. Ja, ik zat een beetje te klagen, maar het is blijkbaar een klein vinkje dat je aan moet zetten op je telefoon, hè? Ja. Ik kan je straks even helpen om te kijken of je hem goed ingesteld krijgt voor de volgende ronde. Laten we het even controleren. Maar ja. Bij mij deed hij het niet, maar was mijn eigen schuld. Oké, nou hij steekt de hand al gelijk in eigen boezem. Maar dat is dus een kwestie van bij instellingen kijken en hem dan goed in. Heeft u al feedback gekregen hoe deze test vandaag is gegaan? Nee, dat duurt een aantal weken. Dat is ook landelijke informatie die uiteindelijk nog uitgezocht moet gaan worden. In het voorjaar, in juni, hebben we ook een test gehad. Toen is gebleken dat er ongeveer 55% van de bevolking landelijk bereikt is. En dat was een ruime 8 miljoen inwoners. Maar dat moet nog naar? Ja, uiteindelijk hoeveel inwoners hebben we? Denk ik rond de 17 miljoen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we toch zoveel mogelijk mensen daarin in gaan bereiken. Nou, laten we eerst eens even kijken hoe dat waarschuwingssysteem bij rampen werkt.
Wanneer je telefoon is ingesteld voor noodmeldingen, maakte die om 12 uur vanmiddag dit geluid. De landelijke politieeenheid stuurde een TestNL-alert uit. Bij een ramp in jouw omgeving, bijvoorbeeld een overstroming of een grote brand, wil je weten wat je moet doen. Daarom is er NL Alert. Je ontvangt dan een bericht op je mobiel waarin staat wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. Het is de bedoeling dat NL Alert over 3 jaar de ouderwetse sirene heeft vervangen. De testberichten gaan trouwens nog niet altijd even vlekkeloos. Bij de vorige test kregen sommige gebruikers 5 berichten achter elkaar en de ander geen 1. Nou, dat is dan nog een test. Maar nu hadden we in mei van dit jaar bijvoorbeeld een grote brand in De Hoef. Dat was op een bedrijventerrein. En toen klaagden mensen dat ze geen NL-alert hadden gehad. Hoe kan dat dan? Ja, in dit geval ging het om een van de providers die uiteindelijk het bericht niet heeft kunnen uitzenden. Dat is inmiddels ook verholpen. En gelijktijdig is het voor ons van belang dat wij het ook goed kunnen waarnemen als dat zich voordoet. Want NL Alert is niet het enige middel wat we als veiligheidsregio in kunnen zetten. We hebben meerdere middelen, waaronder het alarmeringsstelsel, wat ook vandaag om 12 uur is getoetst. Maar we hebben ook RTV Utrechtse calamiteitenzender, ja, sociale media. Dus we hebben meerdere middelen om in te kunnen zetten. Ja, dus inderdaad, als er een calamiteit is, dan moet u inderdaad RTV Utrecht aanzetten of Radio M luisteren. Maar die klassieke sirene die we dan horen, gaat die eruit? Op dit moment nog niet. Er is een voornemen om te kijken of er in 2020, zoals dat zo mooi heet, uitgefaseerd zou kunnen worden. Maar dan moet NL Alert wel zo ver zijn doorontwikkeld dat je daar ook in kan voorzien. Dus dat gaat niet gebeuren als dat percentage nog niet omhoog is? Uiteindelijk is de minister daarvoor verantwoordelijk om die keuze daarin te maken. Maar er zijn nog wel een aantal stappen nodig. Want we hadden van de week ook die ANWB-praatpalen die eruit gaan. Ik bedoel, gaat het niet allemaal een beetje te hard? Want niet iedereen heeft een smartphone. Ja, nou ja, het is belangrijk om uiteindelijk, 100% zullen we nooit kunnen bereiken. Dat gebeurt ook niet met de andere middelen die we daarvoor in kunnen zetten. Maar je probeert uiteindelijk wel zoveel mogelijk mensen op een goede manier te kunnen bereiken en van informatie te voorzien. Wat vind jij ervan, Willem-Jan? Nou, ik zat mij dat vanmiddag af te vragen, want ik was lekker aan het fietsen, maar ik schrok mijn hoedje, want het is inderdaad 12 uur. Maar toen dacht ik, als klein kind hoor ik altijd die sirenes al, maar er is er nooit wat gebeurd anders dan dat ik ze alleen maar hoor de eerste van de maand, maandag om 12 uur. Ja, dus, bij mij ook. Ja, heel leuk, maar waar is het eigenlijk voor? Ik bedoel, allerlei, natuurlijk, ik kan me van alles bedenken, maar is het ooit daadwerkelijk ingezet? Ja, het is daadwerkelijk ingezet, landelijk, maar ook in onze regio. We hebben in 2002 een incident gehad in Amersfoort met een spoorwegwagon met een gevaarlijke stof, waar het ook daadwerkelijk is ingezet. Maar het is wel kenmerkend in de zin van, komt er heel vaak voor? Nee, het komt niet heel vaak voor. En gelukkig het inzetten, maar. Gelukkig maar, ja. Van dit systeem is ook vaak een heel zwaar middel. Waarbij we toch ook proberen, zeg maar, als het nog niet zo dringend is, om andere middelen in te zetten. Want NL Alert zou dan in een wat mildere vorm kunnen zijn? Ja, en het grote voordeel is dat we individueel mensen kunnen bereiken in een beperkt gebied. En met ja, kunt u even uitleggen hoe dat werkt? Want het gaat met telefoonpalen. Hoe werkt dat? Ja, we hebben een voorziening op onze meldkamer. En daarmee kunnen wij een gebied als het ware selecteren. Waarin wij de mensen willen bereiken. En de palen die in dat gebied aanwezig zijn, die worden dan uiteindelijk aangestuurd. En van daaruit gaat het bericht naar de mobiele telefoon. Even een praktisch voorbeeldje. Hè? Stel dat het 's nachts is bij mij in de wijk. Ja, ik zet mijn telefoon op vliegtuigmodus, zet hem zelfs helemaal uit. Dan bereik je me toch niet? Ja. Dat is een terecht punt. Een van de aandachtspunten nog in de doorontwikkeling, waar ook echt aandacht voor moet gaan komen. Want dan zal er dus iets anders ingezet moeten gaan worden. En dat kan zijn dat we voor een andere media kiezen. Sociale media of RTV Utrecht of Huis aan Huis. Hij ligt dan in zijn bed. Of een geluidswagen, maar je ligt dan in je bed. En ja, die mensen moeten we ook bereiken. En dan toch weer de ouderwetse sirene. Als signaal om je telefoon aan te zetten. Van, ja. Dan zet je telefoon aan. Ja. Maar weet je dan wat je dan moet doen? Nou, dat is dan punt 2. Stel, ik krijg wel die NL Alert als er iets is. Wat staat daar dan in? Ja. Nou, vaak het berichtje kon je zien vanmiddag, NL Alert. Dan is er een datum en een tijdstip. Dan is er een kleine boodschap van wat is er aan de hand. Vervolgens, wat moet u doen? En als laatste, waar kunt u nog aanvullende informatie ophalen? Maar dat is dan bijvoorbeeld, hou ramen en deuren gesloten, zet de televisie aan. Ja, ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet uw ventilatie uit. Dat soort berichten. Wordt er ook uitgelegd wat er precies aan de hand is? Of is dat juist omdat je dan de televisie aanzet en de informatie krijgt? Nee, er komt een heel kort bericht wat er aan de hand is. Ergens een brand. Een grote brand. Okay, ja. Of er is een grote brand met een gevaarlijke stof of iets dergelijks. Kijk, want u bent natuurlijk directeur crisisbeheersing. Beheersing. We hadden het er voor de uitzending even over dat je eigenlijk bijvoorbeeld ook een doos vol met water, macaroni, een radiootje, een lampje, et cetera, dat je eigenlijk nog beter voorbereid moet zijn.
op crisis. Ja. En het is wel een thema in Nederland. Hè? Het bewust worden dat wij toch ook in Nederland risico's hebben, is een lastige, omdat het niet vaak voorkomt. Het vaak ook als zodanig niet beleefd wordt. En dat maakt het wel lastig om juist die bewustwording en toch ook die kwetsbaarheid die er wel is, bij mensen ook tussen de oren te krijgen. Dus wat zou u dan tegen mensen willen zeggen? Ja, dat u zich ook meer bewust bent, zeg maar, van de risico's in uw omgeving. En bereidt u daar ook goed op voor. Een mooi voorbeeld is van wateroverlast of een mogelijke overstroming. Hoe hoog kan het water bij u komen? Ja, en dan kan je dus een site voor. Daar is een mooie site voor, overstroming.nl. Ja. Hoe hoog staat het water? Bij Rob, 4 meter. 4 meter, dus er mag even niks gebeuren. Ja. Nee. Ja. Oké, en er is ook nog een site, dat is crisis.nl... om ook nog even beter voor te bereiden op eventuele problemen. Ja, daar staat heel veel informatie in van de Rijksoverheid. En daarnaast hebben we ook nog www.nlalert.nl... waar ook de informatie is puur voor NL Alert. En pakjesavond voorziet u soepel te gaan? Ik voorzie geen problemen op dit moment. Geen calamiteit op het dak voor Sinterklaas? Nee. Nou, ook daar is vooraf over nagedacht. Nou, maar uw buurman kan toch wel het tegenovergestelde vertellen. Want Willem-Jan, met jou gaan we het hebben over Sinterklaas, maar dan iets anders dan u thuis gewend bent. Want hij blijkt wel eens in de rechtszaal te komen. Toch wel. Althans, ook mensen die misbruik maken van dit feest. Ook dat. Ik heb eens even gekeken. Heel simpel, in rechtspraak en Sinterklaas. En dan komt er toch al een lange wachtlijst van Sinterklaas-procedures die zijn gevoerd. Eén, die vond ik wel kenmerkend, dat was telefoongesprekken die werden afgeluisterd. Van wanneer komt Sinterklaas? En de boot van Spanje, uit Spanje was onderweg. En wat voor pakketjes die hij had meegenomen. Het probleem was dat het hartje zomer was. Dus de politie die begreep dat al snel als zijnde versluierd taalgebruik. Voor inderdaad een schip vol met cocaïne die onderweg was naar Nederland. Dus ja, die liep tegen de lamp, die pakjes zijn onderschept. Dus tip, pas je codetaal aan het seizoen. Dat is één in ieder geval. Een andere was op zich ook wel leuk. Dat was een procedure tegen een Sinterklaascentrale voor het inroepen van de hulp Sinterklaas. En dat was de klacht dat de hulp Sinterklaas in dit geval zijn boekje te buiten was gegaan. Wat hadden ze gedaan? Nou, hij had bijvoorbeeld de Zwarte Piet opdracht gegeven. De kinderen moesten leren pepernoten gooien. Dus dat moest zo hard mogelijk tegen het publiek in. Hij had ook wat seksistische opmerkingen gemaakt. Dat viel ook niet helemaal goed. En hij had zich ook wat laten domineren door bijvoorbeeld de hoofdpiet. Nou, zo was er een waslijst aan klachten. Alleen de rechter had uiteindelijk gezegd, het is een beetje in te vullen, tenzij je heel duidelijk aangeeft wat wel en wat niet mag. Maar als je gewoon zegt, ik wil graag een Sinterklaas, dan is dat vrij invulbaar voor desbetreffende Sinterklaas. Oké, dus dat is ook een tip. Dus je moet dus zorgen dat je met je goede afspraken maakt. Hele goede afspraak. Kijk, als die dan als kerstman verkleed komt, dan heb je een punt. Maar als dat niet het geval is, als die lijkt op de Sinterklaas die we net voorbij zagen komen, en hij gooit hem met de pet na, dan maakt het op zich niet zoveel uit. Met een mijter. Ja. Tenzij die te diep in het glaasje heeft gekeken. Ook die heb je ook. Ik ben er ooit eens een tegengekomen, tot mijn eigen stomme verbazing. Had ik piketdienst, kom ik op het politiebureau, zit er inderdaad een Sinterklaas. Ik denk nog, ik word in de maling genomen, maar wat was het geval? En ik rook het al vrij snel bij binnenkomst. Zo'n kegel. Hij was als Sinterklaas verkleed, al dan niet na zijn dienst. Dat wil ik even afzeggen, maar hij was op kroegentocht gegaan. En de meesten vinden het natuurlijk leuk, hè? Biertje voor Sinterklaas, biertje voor Sinterklaas. En uiteindelijk was hij zelf gaan uitdelen. Maar dat vond de eigenaar van de laatste kroeg toch niet zo'n goed idee. Want op het eind wou hij toch met Sinterklaas afrekenen. Maar daar had Sinterklaas niet op gerekend. En dat leidde tot dat schermutseling uiteindelijk toch een telefoontje de politie heeft hem meegenomen. In de boeien. Kijk, Willem-Jan, jij bent natuurlijk advocaat, dus jouw cliëntele zit vaak ook in de gevangenis. Wordt er Sinterklaas gevierd in de gevangenis? Of krijgen ze juist met de roe? Nee, ik weet niet of ze allemaal een extra speculatie bij de koffie krijgen. Maar je mag wel als bezoek wel een pakje opsturen. Geen vuil? Nee, het is wel enigszins beperkt. Maar een goed boek over hoe je leven verbeteren bijvoorbeeld. Dat kan allemaal. Ja. Nee, dus dat is allemaal toegestaan. En jij hebt ook wel eens iemand nog met het heerlijk avondje thuis gekregen? Ja, dat is een tijd geleden. Toen had ik het geluk, want één keer per week kijkt de rechtbank of iemand langer in voorlopige hechtenis moet blijven. De zogenaamde raadkamer. En toen was er iemand die eigenlijk toch wel heel graag pakjesavond wilde vieren met zijn vrouw en kind. En toen heb ik toch aan het eind van mijn betoog nog een kort gedichtje voorgedragen aan de rechter. Weet je nog hoe het ging? Ik ben even in het archief gedoken en met een beetje spieken. Ik heb mijn alert heb ik uitgeschakeld, maar heb ik uiteindelijk toch gezegd. Piet heeft, laat ik hem maar even Piet noemen in dit geval. Piet heeft één grote wens, dat is verder te leven als een goed mens. Samen met vrouw en kind, edelachtbaar, wees vandaag een goede Sint.
Pien toont immers berouw en spijt en wenst voor pakjesavond zijn vrijheid. Oh, schitterend. Kijk, ja. Prachtig. Met zo'n advocaat? Mooi, absoluut. Oh, en mocht naar huis. Heel hij mocht naar huis. Prachtig. Ja. Rob Vrek, hoe gaat u Sinterklaas vieren? Ja, in besloten kring vanavond. Pakjes? Ja, een paar hopen nog wel. Hopen dat aan de deur wordt gebonst? Ja, ik ben nieuwsgierig of er nog iets komt. Ja. En staat bent u dan ook nog stand-by met de mobiele telefoon? Of er meldingen binnenkomen? Nou, in ieder geval NL Alert niet. Maar wel aan de andere kant mocht er toch iets zijn. Je weet het niet trouwens. Misschien wordt er wel een NL Alert, hè, trouwens. Hè? Ja. En Willem-Jan, jij gaat ook vanavond vieren? Ik moet nog wat dichten. Kijk, heel goed. Nou, dat maar kan jij heel goed. Ik wil het dat zeggen, dat komt goed. Nou, en het volgende feest staat alweer voor de deur. Althans, in ieder geval ook heel veel kerstbomen. En jij hebt hem al staan. Jazeker, hij staat al een paar dagen. Veel te vroeg natuurlijk. Maar ja, meestal is dit de periode dat je hem gaat aanschaffen. Jij ook nog? Ja, ik moet dat nog doen, maar daar hebben we nog geen tijd voor gehad. Nou, let even op, want een boom, ja, waar moet hij eigenlijk aan voldoen? Wij vroegen het aan 3 deskundigen uit onze provincie. En dat geldt ook zeker voor de kerstbomen hier in Bunnik. Nou, we zullen hem eens eventjes omleggen. De klanten weten de bomen van Harry van Zijl op 5 december al te vinden. En voor de mensen die door de kerstbomen het bos niet meer zien, heeft Harry een hele simpele tip. Ja, een verse boom. Hoe verser, hoe beter. Voilà. Een paar kilometer verderop in Driebergen gaat het allemaal iets anders. Daar kun je een kerstboom adopteren. Je haalt hem voor kerst op, geniet er thuis een paar weken van en komt hem dan in januari weer terugbrengen. Theo Engbers zorgt er vervolgens een jaar voor en in december kun je dezelfde boom weer ophalen. En dat levert ieder jaar weer leuke situaties op. Nou, dat is dus de strijd van dat ouderen vaak, de ouders vaak in twist komen van ja, maar ik vind deze boom eigenlijk niet zo mooi meer. Maar dat kinderen dan zeggen van ja, maar dat is wel onze boom hoor en het is wel ons pleegkindje. En zeggen ja, maar wij willen toch die boom weer terug hebben. Nou, dan moet je even in die buitenste rij kijken, hè. In Zeist doet Cor Quint ook nog een duit in het zakje voor de mensen die nog op zoek zijn. Een boom moet 4-5 weken in huis staan onderhand. En dus ja, dan heb je niet zo heel veel keuze, zou ik zeggen. Of de Nordman, of het nieuwe soort de Vrezenspar, die zeer naaldvast is. Lang verhaal kort, aan de kerstboomverkopers zal het dit jaar niet liggen. Laat de kerst maar komen, ja. We staan er klaar voor. De mensen mogen komen en we hebben een gluwijntje voor ze. Dus wat dat dan gaat, we proberen de sfeer erin te houden. Ja, kerstbomen zat, maar eerst nog pakjesavond. Dan wordt het best wel fris, hè? Nou, die Sinterklaas gaat het zwaar krijgen met zijn pieten. Vanavond en vannacht opklaring. En op sommige plekken ontstaan mistbanken en koelt het af naar -6. Morgen zon, afgewisseld met stapelwolken. En dan loopt de temperatuur op tot 4 graden. Ja, en als de Sint dan weer terug naar Spanje is, is het bij ons ook gedaan met de kou. Het is dan overwegend bewolkt bij zo'n 10 graden. En 's nachts vriest het ook niet meer. De weerfoto is van Mirjam Deen uit Werkhoven. En moet je eens kijken, ze maakt een fantastisch plaatje van de kou. Ja, nieuwe weerfoto's mogen naar weerfoto@rtvutrecht.nl. Onze gasten waren Rob Vrek en Willem-Jan Ausma. Hadden het over het NL-alert en de donkere kant van Sinterklaas. Dank voor jullie komst. En tot zover deze uur vandaag. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En morgen dan zijn we er weer. Fijne avond. Dag, fijne pakjesavond. Dag.